What the fuck? What the fuck? Vijf minuten heeft het jullie geduurd om heel mijn site naar de kloten te kopen en alles te kopen waar op stond. Er waren ongeveer 1000 truien. 1000! En die zijn allemaal verkocht in 5 minuten. Jullie zijn fucking gek. Ik ben daarna naar de post geweest met de eerste 50 pakketten. Dat zijn de mensen die de sokken bij hun ding hebben gekregen. Jullie zijn de achtste broer, snap je? Die trui waren in 5 minuten. What the fuck? Het weer is fucking nice. Ik ben ijsjes gaan eten. Ik heb geen broek aan, maar dank wel. Jullie weten niet hoeveel dat voor mij betekent dat ik al mijn trui verkocht heb. In het begin was ik bang dat ik geen eindtrui ging kopen en jullie allemaal gingen denken van... Eigenlijk zou ik liever nu naar buiten gaan en leggen. Strand. Dan in mijn kamer te zitten met twee fucking grote lampen aan. Het is hier warm. Kijk, ik moet gewoon onthouden. Jullie hebben school, dus jullie hebben mij nodig. Jullie hebben mij, de broer, nodig om video's te maken terwijl jullie lekker op school zitten. De laatste tijd word ik op mijn YouTube-channel iets te negatief. Snap je? Alles gaat fucking goed. Mijn leven is perfect. Het is weer mooi weer aan het worden. Ik weet niet waarom ik zo negatief ben over alles. Het is tijd om een fucking nice video te maken. Zonder dat ik elke seconde zag dat mijn microfoon vasthangt met plakband aan een statief. Zonder dat ik elke seconde zag dat, ik weet het niet, dat iedereen fake broer is. Dat kan ik ook, snap je? Ik ben niet altijd negatief. Ik moet niet altijd sarcastisch zijn over alles en boos doen. En toch gaan we dat waarschijnlijk in deze video ook doen. Want hey! Ha! Dit channel heeft al zo fucking veel meegemaakt dat het moeilijk is om eigenlijk te onderscheiden wat leuk was en wat eigenlijk kut was. Als je zou nemen welke video's dat ik allemaal heb gemaakt, waar ik eigenlijk gewoon boos ben en elke seconde schaalt, dan denk ik dat je al bij video's samen hebt. Jullie geloven het waarschijnlijk niet, maar er zijn ook een paar video's waarin ik niet boos ben. Waarschijnlijk niet. Het is even tijd om de leukste momenten erbij te halen. Zoals die keer dat ik in Tisse huis was. Ja, dat is echt gebeurd. Ik geloof het zelf ook niet, man. We gaan straks gewoon gaan zwemmen met iedereen. En het huis van Tisse is echt chill. En de legend himself, Tuur, is gewoon in daar. Shut the fuck up! Dit is niet de echte exit. Zien jullie die tepel? Dat ben ik niet. Ik zag die jullie. Dit was een andere vorm van mij. Dit was voordat ik door had wie ik was. Holy shit. Dat ben ik niet. Ik lijk het niet eens op. Ja, kijk mijn tanden. Mijn tanden waren zo. Snap je? Waar we hebben geslapen. Want dat moet dus ook. Het is net alsof we op tentenkamp zijn gegaan. Want Shaquille is aan het omkleden. Ja, hey, shut the fuck up, fake Nate. Dit was de fake broer Ace. Ik wil niet terugdenken aan deze donkere periode. Kijk, toen was ik overgenomen door de dark side of the force. En iedereen die zegt van, ik ben een vieze gebruiker. Je hebt alle YouTubers gebruikt om subs te krijgen. Ik was blij dat ik ben weggegaan van hun en dat ik uit hun ding gezet ben. Want stel dat was niet gebeurd, dan was ik nu ook zo'n commerciële hond als hun. Dus hey. Je boy is real gebleven. Hier hebben wij geslapen. Als ik nu terug kon gaan naar die plek. Ik heb hier geslapen in deze tent. Wow. En de andere faggots hebben in die tent geslapen. Hey fake broer, hou je me. Let's go. Vriend. Het was fucking warm. En als ik zeg dat het fucking warm was in die tent, het was echt niet te doen. Dit was helemaal geen leuk moment. Ik ging een leuke video maken. Dit is niet op deze manier. Waar heb ik nog over gedaan dat mijn channel wel leuk was? Weten jullie nog die keer in Antwerpen? Toen ik ben gaan shoppen met de squad. En toen we naakt in de H&M zijn geweest. Dat was wel een leuk moment, denk ik. Is het grappig? Oké, dat is pretty funny. Weet jullie nog die keer dat ik mijn allereerste campagne ooit heb gedaan en bijna mijn enkel heb gebroken in een zwembad? Dat weten jullie waarschijnlijk allemaal nog. Let op mijn enkel. Gewoon naar mijn enkel kijken. Het ging echt niet goed. Woe! Hoewee! That's pretty crazy! En voor deze campagne heb ik toen de dikste cash ooit gekregen. 200 euro! Na deze campagne heb ik een paar jaar niks gedaan omdat ik dacht van, yo, deze shit is gay. Breek mijn enkel en zo. Hey nee, do you remember that time when you had a relationship with Gio's mom? Heel veel mensen gaan zeggen van, ha, clickbait! Je hebt nooit een relatie gehad met Gio's mom. She gave me a little smooch. Hier was ik al meer zo de achterbroer zit. Snap je, vanaf hier begon ik zo een beetje te snappen wie ik was en zo. Mijn tanden stonden weer recht, mijn haar was acceptabel. Lil Acid got himself a MILF. Ah, fuck the MILF. Ah, fuck the MILF. Ik kan niet zeggen dat ik seks heb gehad met haar, maar jullie moeten ze er zelf maar van maken wat jullie willen. I got a little smoochie on the cheek. Daarna ben ik aangevallen door Gio's pa. Daarom is onze relatie nu een beetje zo. Man. She likes the young boy. She likes him young. Weten jullie nog de tijd dat ik vlogde met een camera die groter was dan mijn hoofd. En ik kon die niet stijl houden. Dus die stabilisatie was er niet. Er was gewoon niks. Maar ik vlogde wel. En in deze periode was ik gewoon wel achterbroer. Hey, shit. Maar ik wist het nog niet. Er is way back. Echt. Way back.
denk dat ik jullie kleine hint ga geven. Maar hier ben ik dus aan. Ik weet gewoon niet wat ik was chocolademelk. Kijk naar mijn huid. Nice stabilization, bro. Oké, dus wat gaan we eten vanavond? Rustler burgers. Oké, ik heb nog allemaal shit mee. Smurfenkoeken, koffiepoeder, roze donuts zijn best aan. Hey, kankerhalftand. Dat was mijn bijnaam toen. Iedereen noemde mij kankerhalftand. Omdat ik een kankerhalve tand had. Je ziet er zo wat dingen uitsteken. Ik had een fiets in mijn mond en zo, maar ik was kankerhalftand. Dat zien jullie. Van de kankerhalve tand. Dat was mijn bijnaam. Zo veel mensen hebben een leuke bijnaam. Pol. Of Pat. Of Pita Boy. Ik was kankerhalftand. En weet je jullie waarom? Omdat ik kankerhalftand had. Dat is vloggen met huisdieren. Hey, rip deze kat, man. Rip. Pray. Ik wist niet eens dat deze kat op mijn YouTube-channel stond. Wojo. Pray even voor deze kat. Hij was te dik. En hij is doodgegaan. Hij is niet grappig. Hey. Chill. Hoe gaat het met jou, Poes? Alles goed? Rip. Ja. De naam van mijn eerste kat was Poes. Hey, kankerhalftand is origineel. Don't underestimate me. Godverdomme, nee, dat kan niet. Hey, kan je even weggaan, alsjeblieft? Nee, godverdomme. Geen probleem, allemaal gefixt. Weten jullie nog die keer dat ik even dacht dat ik een muzikant was? Dat ik een diss track gemaakt heb? Onthoud wel, ik heb een diss track gemaakt voordat de hype van diss tracks bestond. Mijn diss track is van bijna 3 jaar geleden. Dit is de reden waarom ik nooit meer een diss track heb gemaakt. Ik bedoel, deze video heeft al 700.000 views. Wat fucking wel is, de song is iets minder. Hij is wel grappig, snap je? Omdat het zo onserieus is, is het wel grappig. Omdat ik het geschreven heb in 15 minuten en opgenomen heb in 3. Yo. Toen had ik wel nog een microfoon die op iets lijkt. Nu... Ik had gezegd dat ik daar niks over ging zeggen, sorry. Die zonnebril ben ik kwijt, die pad is gestolen. Ace it, straight from B-Town. Ik zou graag deze rap opdragen aan mijn boy DutchTuber, a.k.a. Doe Maar Gamen. Ik wil dit eigenlijk niet laten horen, omdat ik mezelf niet wil shamen. En de mensen die dit nog niet hebben gezien, ik wil jullie levens niet verpesten, man. Hey. Deals gingen super lekker. Toen kreeg ik halve view, YouTube stacks waren weg. Dikke pech! Ik denk zelfs dat ik deze lyrics nog redelijk goed van buiten kan. Video's gingen super lekker. Toen kreeg ik half view, YouTube stacks waren weg. Dikke pech. Ik kleurde mijn haar bleek. Ging bij mijn oma wonen. Mama wonen, mama liet in de steek. Om views te krijgen. Kijk, mijn muzikale carrière is klaar. Deze lines waren eigenlijk wel erg. Besef even de line. Het gaat dus over DutchTuber. Ik weet niet of jullie zijn background story kennen, maar hij woonde dus niet meer bij zijn mama, omdat er iets was gebeurd ofzo, en hij woonde bij zijn oma. Niemand heeft echt precies juist geweten waarom, maar er was wel iets erg. Ik dacht van, het is een diss track, dus ik moet hem wel rippen. Toen gooide ik zo. Kleurde mijn haar bleek, ging bij mijn oma wonen, mama liet me in de steek. That's some crazy shit, man. Dat is waarom die video 700.000 views heeft, snap je? Omdat de lines te fire waren. Na deze video heb ik kritiek gekregen van heel de fucking community. Dat ik me daar niet mocht zeggen en dat ik mijn bek daarover moest houden. Dat is een fucking diss track. Wat dacht hij dat ik leuke dingen over hem ging zeggen? Hey, Job, is voor you, ik zie dat je kamer veel veranderd is. Ik zie daar nog altijd shit naast je kast hangt. En dat alles eigenlijk hetzelfde is aan. Hij is fucking nice, mate! Ook al heeft deze video 700.000 views, dan denken jullie waarschijnlijk van... Oh, deze video, you got rich. Ik heb hier geen reet aan verdiend. Deze video is vanaf de eerste seconde geclaimd. En daarna heeft DutchTuber een strike op mij gegooid. Hey. Nice, mate. Weten jullie nog die keer dat ik aan het voetballen was? Omdat ik toch wel vrienden heb en soms wel iets doe. En daar op een bepaald moment gewoon mensen begonnen te vechten met elkaar. Dat ik dat gefilmd heb. Ook politie gekregen daarvoor. Daar hoor ik mijn mondje over. Wow, Candice, please stop. Yo, you guys have to stop. You guys have to stop. World stop. Echt waar, het was super heftig. Wow, toen was ik mooi boy, Ace. Snap je, toen was ik ook echt de broer, maar toen was ik mooi boy, Ace. Kijk even hoe... Oh, het is zo ziek. En wij stonden daar natuurlijk gewoon te lachen en zo. We waren echt maar redelijk veel. Maar dan achteraf was... Hey, you're so pretty, man. Oh, fuck you. Vele van jullie denken waarschijnlijk van, toen was hij veel mooier dan nu. Maar hebben jullie mijn spierballen al gezien? Dacht het niet. That's pretty sick, nee? Hey. Moesten er bokswedstrijden zijn in de Nederlandse YouTube community? Hey, ik ga even een call-out gooien naar die Chinees. Zo, hadden wij. Hey. Kom 1v1, vriend. Ik breek je. Vriend. Sorry, oké? Dat was een grapje. Edgy. Klaar. Dus like maar, als je wil. De delta T, de VI en de tijd. En als je goed kijkt naar deze tabel,
kan je makkelijk zien hoe de knikker versnelt. Dus... Hey, shut the fuck up! Ik wil geen video's over school zien op dit kanaal. Hey, kan ik deze video verwijderen? Ik heb zin om te huilen. Ik weet niet of het komt omdat ik gezien heb hoe dat ik eruit zag. Omdat ik nog naar school ging toen. Of omdat ik misschien slimmer was toen dan nu. Ik denk dat het klaar is om deze video af te sluiten. Dames en heren, bedankt om te kijken. Dat is niet zo'n goed idee om deze video te maken, of wel? Shoutout naar iedereen die je trui heeft gekocht. Jullie krijgen die allemaal deze week. Stel, je hebt die niet deze week, dan volgende week. Stuur een foto naar mij als je die trui aan hebt. Ik gooi die in een video, ik gooi die op Instagram, weet ik veel. Hey, boys. Ik zie de mensen die naar Dutch YouTube Gathering komen op Dutch YouTube Gathering. Ik zie de mensen die niet op Dutch YouTube Gathering zijn, niet op de Dutch YouTube Gathering. Dat was een goede quote om de video af te sluiten. Hey, boys. Deze, geweldige, 100% katoen, 100% real swag trui te koop wordt voor de achterbroers. Enkel voor de achterbroers. Ik wil geen fake broers zien met deze trui. Ze zijn enkel te koop voor de achterbroers.